Dus wat ik wil, ja? Is dat dit stokje veilig overgaat. Maakt me niet uit wat jij doet, zolang je die stok maar aan mij geeft. Zolang jij gewoon normaal, als ik hem laat vallen, dan komt jouw hele hegemonie in gevaar. Ja, ja. Dus eigenlijk ligt de druk bij mij. De Jamaicaanse loper die aan jou moet overgeven. Ja, 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 ja. Ik kom aanlopen in volle vaart. Ja. Het stadion ontploft. Ja, ja. De laatste seconden van de race zijn aangelopen. Dus wij staan aan het rennen. Ja. Ik kijk op het moment dat jij dan bij een tapeje aankomt. Hier ligt een tapeje. Daar ligt een tapeje. Ik kom aan. Jij begint te lopen. Dan begin ik te lopen. En dan roep jij, pak of catch. Or. Ik denk niet dat Usain Bolt dat verstaat. Dat verstaat hij niet, maar dat roepen we in Nederland. Get. Dan steek ik mijn arm erachter, ja. Dan vang ik hem en dan trek nou ik hem ik uit los. Je arm. Ja. Ja. En waar het dus heel vaak fout bij gaat, is dat die communicatie niet goed is. Of dat we te dicht op elkaar zitten. En of dat ik jou niet meer kan bijbrengen. Omdat je me niet kan halen. Dus Usain Bolt wachtte op het allerlaatste moment. En daarom was de wissel ook heel erg safe tussen hun.